vrienden, hoe cool gaat het toch worden in het leven? Hey, kijk even met me mee. Ronald Koeman, die hebben me die kaarten gegeven. Dan moet je even kijken. Hij zegt, je zit vrij vlak aan het veld. Nou, hey, zie het veld hier? Zie die man staan? Zie het veld? Dichterbij kan je niet komen aan het veld. En dan kijk je helemaal zo rond. Hier. En dan zie je helemaal het Nou Camp Stadion. Is dat even wat? Zo. Jongen. Dit is nou werkelijk cool. Maar cool. Ja, cooler dan dit wordt het niet. Kijk, hier zie je het veld. En hier zit ik. Moet je opletten. Hier. 1, 2, 3. Let op. Hier kom ik. Let op. En hier. Ik kijk. Ho. En hier zit ik. En hier zit ik dan. Kijk. En dan draai ik om. En dan zit ik dus gewoon. Ik kan ze gewoon horen, die spelers. Ik kan ze voelen. Ik kan ze ruiken. En het hele Nou Camp. Dat komt gewoon zo. Als een tsunami op je af. Dit is fantastisch gewoon. Dit is nou helemaal top. Vrienden, ik ben er klaar voor. Ja, vrienden, het is rust. En kijk, ik heb hier zo'n bandje om. Kijk, zie je dat bandje? Hier, zo'n bandje. Hier, dat heb ik om. Heb ik speciaal omgekregen. Ja, en dan mag je een hele speciale ruimte ook mee in. Hier, zie je het staan daar? Ja, dat is alleen voor speciale genodigden. Het is allemaal klaar. Met drankjes en hapjes. En het gaat zo maar door. En het is voor een gezelligheid hier. Kijk, en hier hebben ze allemaal hele lekkere hapjes staan. Ja. En kijk, en daar lopen allerlei mensen. Ja, en dat gebeurt er dan. Met zo'n polsbandje. Ja, vrienden, en dan is het tweede helft. Ja. Kijk. Zwaar verdedigen. En nou moet ik, ja, Klaus, en nou moet ik, maar aan Frenkie de Jong zien te komen straks. Ja, dat is de opdracht van thuis, dat is ook wat, ja. Het is toch, dan moet ik me echt als een supporter gaan gedragen. Ja, dat vind ik zo erg gewoon, dat ik dat als een supporter moet gaan vragen aan Frenkie. En wil je even mevrouw gedag zeggen? Oh. Maar ja, goed. Ik ga het straks wel doen. Ja, einde wedstrijd. Ja, gewonnen. 1-0. En dan sta ik hier. Kijk, hier zie je staan. Dit is de spelerszone. Ja, daar ergens uit de deur zou Frenkie moeten komen. Ja, dan sta ik hier maar te wachten hier. Kijk, hier zijn allemaal auto's verder. En dat is het dan. Heel saai. Maar ja. Hier zou Frenkie moeten verschijnen. Wat een spanning, hè? Ja. Ja, vrienden, ik heb daar nog uren staan wachten. Daar bij het stadion. En nu zijn we, dat zie je, de volgende dag hier op het vliegveld alweer. Ja, en jullie begrijpen het wel. Weinig Frenkie de Jong. Ja, helemaal niet. Want Frenkie die zat er onder bad voor blessures of weet ik veel. En dat duurde uren en uren. En toen hoorde ik later nog dat hij zei van ja, hij had liever toch, deed hij helemaal niks met de media of wat dan ook. Maar ja, hey. Ja, dan krijgen we dat. Maar ja, ik moet me er gewoon bij neerleggen. Zo gaat het soms in het leven. Soms gaan dingen gewoon niet door, vrienden. En dit is een voorbeeld daarvan. Maar goed, ik ga wel tegen Frenkie dit zeggen. Frenkie, dit blijft voor mij een enorm doel in mijn leven. Dat
jij een keer mijn vrouw gaat toespreken, Frenkie de Jong.